Jouw blogs update. Natuurlijk precies waar je op zat te wachten deze vrijdag 3 mei. Want in deze huidige bijzondere prijsbewegingen ga ik je ook vandaag weer volledig bijpraten. Voor het laatste nieuws uit de crypto en de economie. Alles dat ervoor zorgt dat we zien wat we op dit moment zien. Iedere werkdag dus op het YouTube en Spotify kanaal van blogs terug te vinden. Subscriben en de meldingen aanzetten is dan ook het gratis advies. Want vanmiddag altijd, jawel, als eerste bij. De Bitcoin ETF flows uit de VS natuurlijk. Dat moet ik er tegenwoordig ook bij zeggen, aangezien we ze nu ook bijvoorbeeld in Hongkong gelanceerd hebben zien worden. Ja, de data van gisteren is definitief binnen. En die is gelukkig weer een stuk minder negatief dan die van die dag ervoor. We hebben wel nog steeds te maken met een outflow 34,4 miljoen Amerikaanse of, uh, ja, Amerikaanse dollar. Aanzienlijk minder dan die ruime half miljard van die dag daarvoor. En daarbij zien we ook een ander lichtpuntje. Namelijk dat het volume bij BlackRock in ieder geval opnieuw niet negatief is. Is wederom een 0.0. Dus daar is wat dat betreft niets gebeurd. Voor de rest hebben we alleen maar inflow gezien. En bij Grayscale, daar zagen we ook een outflow van 54,9 miljoen Amerikaanse dollar. En is daarmee zeker niet schrikbarend of wat dan ook. Dus Beetje tot rust gekomen weer in die markt. Want de schrik sloeg velen om het hart nadat we, dus voor het eerst gisteren, die outflow zagen netto bij BlackRock. En dat half miljard in totaal overstegen. Dat was natuurlijk niet een heel positief plaatje. Maar dat is dus vrij snel allemaal weer tot bedaren gekomen. Dan is de grote vraag natuurlijk. Want die data, nou die valt nu weer mee. Maar wat hebben we nog meer nodig om die Bitcoin-prijs weer uit dat dal te krijgen? Wat overigens. ...op dit moment al aardig gaande is, want we zijn zojuist de 61.500 dollar weer voorbij in positieve zin ditmaal. Dus er zit weer beweging omhoog heen, maar wat is er nu nodig om dit vast te kunnen gaan houden... ...om weer opnieuw hoogtepunten op te gaan zoeken? Als we in ieder geval naar de overtuigingen van altcoin Sherpa gaan kijken... ...dan is het met name belangrijk dat bitcoin op korte termijn, en dat is dus nu gaande... ...de 60.000 dollar weet te overbruggen en dat dus ook vast kan gaan houden. Als dat gaat lukken, als dat dus bijvoorbeeld aan het einde van de dag nog steeds de waarde is waar dat we boven handelen, dan is dat een heel belangrijk uh, bullish signaal, een hele belangrijke bodem. En zelfs een signaal dat uiteindelijk weer een ommekeer van die huidige negatieve trend zou kunnen inluiden. Ja, dat zou uh, de ultieme situatie zijn die 60 dus vasthouden. Daarbij zegt hij ook dat de huidige correctie niet per se eentje is om je heel erg zorg om te maken. Is nou eenmaal hoe het gewoon werkt. Zeker in de huidige periodes. En als we zien uh, qua omstandigheden wereldwijd wat dat er nog allemaal speelt. Dan hebben we met dit soort volatiliteit, uh, volatiliteit. Nou eenmaal te dealen, zegt hij. Nou wat dat betreft, als we gaan kijken naar de situatie in januari 2024. Toen zagen we namelijk ook een stevige dip. Misschien ben je hem alweer vergeten. Maar dat was de dip uh, heel kort na de lancering van de Bitcoin Spot ETFs in de VS. Markt zat er klaar voor. Die dacht: ja, nu gaat het gebeuren. Dat viel in eerste instantie tegen. Toen vielen we dus terug van zo'n 47.000 dollar naar zo'n 39.000 dollar. Mooie bodem gemaakt. En vanuit daar natuurlijk weer dat ultieme bullish uh, sentiment weten te herpakken. Dus ja, dat is een vergelijk dat hij graag legt op de huidige situatie. Dat zou natuurlijk ook de mooiste uitwerking zijn. Goed, die 60K, dat moeten we daarvoor doen. Dat is op dit moment gaande. Uh, en daarbij zegt hij: past dus die beweging zoals we die hebben gezien na de lancering van de spot ETF's in de VS. Ook in dat opzicht in de huidige situatie, want we hebben nu natuurlijk de spot ETF-lanceringen in Hongkong gezien. Ja, dan zou het dus extra mooi zijn als we ook daarin diezelfde lijn weer blijven volgen. Dat wat er voor eh, Bitcoin nodig zou zijn en waar we nu dus ook mee bezig zijn. Maar hoe staat het er eigenlijk op dit moment voor met de op ene grootste crypto, met Ether? Want ja, uh, daar spelen toch ook een hoop belangrijke dingen op dit moment. Met name het Ethereum ETF waar dat een aantal aanvragen voor lopen. De SEC moet daar nog steeds goedkeuring op gaan geven, maar James Safford van Bloomberg die verwacht niet dat dat er voorlopig gaat komen. Hij zegt de kans dat we überhaupt in 2024 nog een goedkeuring van dit ETF gaan zien ligt op maximaal zo'n 25% op dit moment. Nou, dat valt dus even tegen. Daarbij zegt hij wel direct: ja, de SEC neemt graag haar tijd en komt vaak met vage redenen om een en ander af te keuren. Maar hij maakt zich geen zorgen om iets anders, wat nu wel een grote zorg voor de markt is. Namelijk dat ook Ethereum als security zal worden bestempeld door de SEC. Hij verwacht dus niet dat ze zodanig rigoureuze beslissingen gaan nemen. Uh, nou ja, dat hopen we natuurlijk met z'n allen, want daardoor is er wel een heleboel onzekerheid in de markt ontstaan. En dat had met name te maken met verschillende uitlatingen die de toezichthouder heeft gedaan over uh, Ethereum. En met name dan weer verschillende wallet-aanbieders in die hoek. Nou, hij zegt dus ook: ik verwacht nog wat vage redenen en wat verder uitstel. Maar het gaat er uiteindelijk wel komen, want dat zou echt te gek zijn als dat zou gaan gebeuren. Nou, er is dus nog wel een kans van 25 procent. En de eerste die uh, wat dat betreft. Opvalt is 23 mei, want dat is de dag waarop de SEC een definitief oordeel moet gaan geven over de aanvraag van Van Eck. Dus er is nog een kans, kleine kans, maar goed, dat we dan alsnog een goedkeuring gaan zien. En daarbij, zegt hij, voor de verdere loop van het jaar is ook een andere omstandigheid misschien wel van belang. Namelijk de presidentsverkiezingen. Wat er daarin allemaal precies gaat gebeuren, dat zou zelfs op dit soort beslissingen, zegt hij, nog wel een impact kunnen gaan hebben. Dus dat is een extra omstandigheid om rekening mee te houden. Doe BlackRock. Want ja, goed. Bij het IDF, zoals we ook net hebben gezien, is het op dit moment vrij rustig. Maar het bedrijf ziet aan de achterkant wel heel veel positieve ontwikkelingen. We zien namelijk ontzettend toenemende interesse in hun producten. Dat laat in ieder geval Robert uh, Machnek weten. Dat is het hoofd van de Bitcoin en Crypto-divisie bij BlackRock. En hij zegt dat die interesse uit hele specifieke hoeken komt en daarom ook extra opvalt. Namelijk uit de pensioenfondsen. Verschillende grote stichtingen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en family offices. Dat zijn dus de takken van sport waar dat u op dit moment uh, heel veel toenemende interesse ziet. En dat heeft dan te maken met name met onderzoeken dat wordt gedaan binnen dat soort partijen. Die dus echt aan het kijken zijn: van wat is het en wat kunnen wij daarmee? En dan krijgen zij dus ook heel veel vragen over binnen. Nou, uh, Robert heeft laten weten dat BlackRock daar uh, ook in helpt. Die helpen die partijen allemaal wegwijs te worden in die hele markt en geven daar ook de informatie over die ze nodig hebben. Dus die doen er eigenlijk alles aan om ze ook die markt binnen te gaan trekken. En wat dat betreft uh, is dat een sowieso strategische verschuiving, zo noemt hij het zelf. Namelijk om te zien dat er steeds meer van dat soort grote belangrijke instellingen op zijn minst interesse hebben in Bitcoin en velen dus ook echt op het moment staan om daar misschien wel iets mee te gaan doen. En ja, het allermooiste voorbeeld daarvan op dit moment is toch wel dit belangrijke bericht. Hier kun je misschien nog niet zoveel uithalen wat je nu achter me ziet. Maar waar het over gaat is de op ene grootste Europese bank die BlackRock, Bitcoin, Spot, ETF-aandelen heeft gekocht. Het gaat dan om BNP Paribas. Zij hebben dat dus gedaan en is in Europa de op ene grootste wereldwijd, de op acht na grootste bank. Dus dit is een serieuze partij. Ze hebben dus in het eerste kwartaal van dit jaar 1030 aandelen gekocht. En dat is dan ook misschien weer een beetje een kleine tegenvaller. Maar ja, het is heel groot nieuws dat zo'n partij er iets mee doet. Maar 1030 aandelen gaat nou niet bepaald om heel veel geld. Want één zo'n aandeel kost 40,47 dollar. En dat betekent dus dat ze maar liefst 41.684 dollar hebben geïnvesteerd uh, in dit hele verhaal. Voor dus de op één na grootste bankpartij uit Europa ja, ja, is dat helemaal niets. Maar het gaat er met name om dat dit eigenlijk een van de allereerst bevestigde gevallen is van een zondanig grote uh, financiële instelling die daar daadwerkelijk iets mee doet en die dus ook echt in die Bitcoin ETF's stapt. Dus het signaal dat er vanuit gaat is met name dat ze daar dus echt met hun tenen een beetje in het water aan het dippen zijn, het aan het proberen zijn. Uh, en dat past dus ook weer precies in het uh, verhaal dat ik net heb verteld over BlackRock, dat ze dus ook die toenemende interesse echt aan het ervaren zijn. Nou. Mooi voorbeeld hiervan. Ze hebben dit dus ingekocht. Hoe dat we dat überhaupt weten trouwens. Want ja, zo'n kleine transactie valt misschien niet direct op. Dat heeft ermee te maken met de meldplicht die partijen hebben. die tenminste 100 miljoen dollar aan waarde beheren. die dan dus uiteindelijk iets met ETF's doen. Nou, dat moet allemaal worden ingediend. En daaruit, uit die data, blijkt dus dat dat gaande is. Andere partijen die uh, Bitcoin inkopen. Bijvoorbeeld deze, ook groot nieuws, want het miljardenbedrijf van Jack Dorsey, medeoprichter was het van Twitter, dat is Block, dat bedrijf van hem, gaat ook maandelijks bitcoin inkopen. En is er daarmee misschien wel een klein beetje sprake van een soort uh, MicroStrategy 2.0? Nou, in zekere zin wel, want ze gaan 10% van de winst maandelijks dus gebruiken om bitcoin te kopen en die ook echt als bitcoin te parkeren op de balans. Uh, dat hebben ze in ieder geval twee dagen geleden aan de aandeelhouders laten weten, door middel van een aandeelhoudersbrief. En daarmee geven ze gevolg aan een belangrijke meldpaal die ze jaren geleden al hadden gezet. Want ze waren namelijk een van de allereerste publieke bedrijven die het überhaupt aan om Bitcoin op de balans te zetten. Dat deden ze in het laatste kwartaal van 2020 dat ze daarmee starten. Dat deden ze toen tot het kwartaal erop, eerste kwartaal 2021. In die periode kochten ze namelijk 220 miljoen Amerikaanse dollar aan bitcoin. En in de laatste cijfers zien we dan ook dat dat er dus nog steeds staat. 8.038 bitcoin, waarde van 573 miljoen dollar inmiddels. Dus ook weer een mooie winst van zo'n 233 miljoen dollar die ze daarmee hebben behaald. Nou, dat, is wel, dat is fijn dat het leuk is dat ze dit gaan doen. Over wat voor bedragen hebben we dan? Ja, ook nog niet de orde van grootte van de MicroStrategy... Ze hebben over het eerste kwartaal zo'n 80,1 miljoen dollar aan winst behaald. Nou, 10% daarvan zouden ze dus zo'n 1350 bitcoin kunnen gaan aanschaffen. Dus het is een mooi begin, maar zeker omdat ze dit dus echt periodiek iedere maand willen gaan doen, is het gewoon opnieuw een grote partij, een enorm bedrijf, dat dat structureel aandurft. En daar gaat opnieuw dus een heel belangrijk signaal van uit. Ja, eh, daarbij is het wel zo dat het blok op dit moment wordt onderzocht door de autoriteit in de VS en dat heeft hier niets mee te maken. Dat gaat dan met name om eh, of er geen misstappen zijn begaan in het afhandelen van de vele uh, cryptotransacties die zij verwerken. Ja, het zou dus mogelijk kunnen dat ze daarin verschillende transacties wel hebben doorgelaten of niet goed genoeg toezicht hebben gehouden daarop. Uh, maar dat wordt nu onderzocht, dus daar horen wij ongetwijfeld later meer over. Ja, dan door naar de koersen. Koersen op tradingview.com gaan we starten met de dagkoersen, de dagkendels, de Amerikaanse dollarwaarde van Bitcoin, de data van Bitstamp. En dan zien wij daar een heel erg mooi plaatje. In het begin van de dag zag het er op zich al aardig uit, want we zaten namelijk op slash boven die 59.000 dollar. En daarmee leken we dus een heel belangrijk niveau opnieuw te gaan herwinnen, wat de dag daarvoor gisteren dus nog niet zo wilde lukken. Toen hebben we uiteindelijk geclosed op 59.099 dollar. Ook een groot gedeelte van de dag, dus daaronder gehandeld met een dieptepunt van 56,9. Nou, dat was dus wat er de afgelopen twee dagen aan de gang was. Die 56.000 dollar waarde waar dat we mee te schaften hadden. Wat we dus twee dagen ook mee te maken hebben gehad. Na gisteren de close lijken we daar vandaag nu echt van te vertrekken. Want dat gaat erg hard. Een plus tot zover van 4,28 procent. En dan handelen we nu weer op een 61.500 dollar. Dat is een stuk comfortabeler. 59K overwonnen, 60K overwonnen, 61K overwonnen. En heel erg hard op weg naar die 62.000 dollar. Daar gaat het mogelijk dus wel nog even spannend worden. Kunnen we dit gaan doorzetten? Kunnen we daar echt doorheen breken? En kort daarboven, 1000 dollar daarboven ongeveer gaan we dus ook deze resistors lijn weer tegenkomen. Dus dat wordt een veel spannender gebied. Maar voor nu weten we in ieder geval een aantal hele belangrijke niveaus opnieuw te overwinnen. Gaat vrij snel, misschien ook zelfs wel vrij onverwacht. Uh, en daarmee is de weg omhoog duidelijk weer ingezet. Dit wordt het volgende belangrijke punt. Maar het allerbelangrijkste is dus het vasthouden van die 60.000 dollar. Om de redenen die we net aan het begin van de video hebben besproken. Dat was hem voor jouw dagelijkse blogs-updates. Aanstaande zondag ben ik nog heel even terug met daar een kort overzicht van de hoogtepunten. De nieuws hoogtepunten dus van deze afgelopen week. En vanaf volgende week sta ik iedere werkdag weer voor je klaar met de meest recente ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Je kunt jezelf subscriben op het YouTube en het Spotify-kanaal, want daarop vind je dit dus iedere werkdag en tegenwoordig op zondag terug. Als je dan ook direct even de melding aanzet, ben je er altijd als allereerste bij. Goed weekend en tot zondag weer. Doeg!